Mijn naam is Lonneke van der Weijden. Ik ben afgestudeerd in 1996. Oh, Keizer, maar dan zonder die spikkels. Ik werk bij Keizer & Co. En Keizer & Co is een groothandel die wij in 2005 opgericht hebben. Wij ontwerpen zelf de meubelen en dat verkopen wij aan de winkelier. En die kan onze meubelen allemaal zien in de showroom in Culemborg. Ja, mijn functie is eigenlijk heel divers. De ene keer ligt de aandacht echt op het inrichten van de showroom. Dan ligt het weer en hebben we een nieuwe medewerker nodig. De beurs in het buitenland bezoeken, inspiratie opdoen, maar ook het reizen, klanten bezoeken. Als het maar creatief is, dan vind ik het leuk. Na Temo ben ik bij een stoffenmerk gaan werken en dat was een internationaal merk wat gordijnen en meubelstoffen verkocht. En vanuit daar is mijn interesse gewoon heel erg gewekt voor alles wat met interieur, kleur en stoffen, meubelen te maken heeft. Dus vandaar ook die stap naar een eigen groothandel. Ik denk dat mijn kracht is dat ik het leuk vind om van allerlei losse dingen een plaatje te maken. Dus de tafel met de juiste stoelen. De stoelen moeten dan precies de stof hebben die er weer bij past. De verf op de muren moet weer matchen met de kleur van de kast. Zodat dat zeg maar het plaatje wordt waar de winkelier gewoon heel enthousiast van wordt. Die dan zegt, oh, maar zo wil ik het ook wel in mijn winkel. Ik zou Temo zo weer overdoen. Ik vond het een hele leuke tijd. Sowieso het studeren zelf. Ja, vooral de productkennis. Daar heb ik heel veel aan, nog iedere dag. En het leven daarnaast, dus het sociale leven met alles erbij, was echt gewoon voor mij een hele leuke periode. Ik vind dat je er veel leert en vooral echt klaargemaakt wordt voor het echte leven, zeg maar. Het is niet alleen leren, maar het is ook echt de praktijk die je gewoon al moet toepassen in van alles. Ja, dat maakt het wel een opleiding die denk ik leuker is dan een gewone studie.